Goedenavond en welkom bij de vierde en voorlopig laatste aflevering, zal ik maar zeggen, van de FabLab RP Meere live sessies. Vandaag gaan we het hebben over lithofanen. Ga ik jullie leren hoe dat je zelf van een foto die kan omzetten naar een 3D-model, dat je kan 3D-printen en dat je achteraf als een lithofaan kan gebruiken. En om te beginnen, eerst en vooral, ga ik u een beetje uitleggen wat dat juist zijn, lithofanen, want dat is een moeilijk woord voor iets wat eigenlijk veel duidelijker uit te leggen valt aan de hand van een aantal voorbeelden. Dus dat ga ik eerst en vooral doen. Voilà. Dus lithofanen, dat is een term die al even bestaat, of iets dat al een redelijk lange geschiedenis heeft, liever gezegd. Vroeger werden die dingen gemaakt uit bijvoorbeeld porselein en werden die geëtst bijvoorbeeld of gegraveerd, allemaal met de hand. En je ziet hier een voorbeeld van zo'n porseleinen plaat links. En dat is hoe dat er normaal gezien uitziet, de linkerkant, wanneer dat je langs de voorkant gaat belichten. En je ziet, je herkent er wel de afbeelding die je rechts ziet in terug. Maar al het detail dat je op de afbeelding rechts ziet, dat krijg je pas te zien wanneer dat je je object langs achter gaat belichten. En dus wanneer dat je daar een lamp achter plaatst en dan naar je object gaat kijken, dan krijg je daar die zeer gedetailleerde weergave van. En dat kan je op een relatief eenvoudige manier doen, ook met een 3D-printer. Er bestaat een online tool voor die je gewoon in de browser kan gebruiken. Dus de link staat er hierbij, dus het is 3dp.rocks/lithofane. Dus je kan daar ook eens naartoe surfen. En ik zal jullie deze een keer voortonen hoe dat juist in zijn werk gaat. Dus je hebt hier direct een soort 3D-omgeving waar je je resultaat te zien krijgt. En de bedoeling is dat je een afbeelding erin laat en dat je al je instellingen goed doet. Je moet met een aantal dingen rekening houden natuurlijk. Dus ik ga eerst de instellingen overlopen en dan het model toelichten waar dat je rekening mee moet houden om tot een goed resultaat te komen. Waarom? Ik kan er ook direct een foto in gooien, maar die software draait volledig in de browser zelf. Dus het is redelijk zwaar om constant de software te laten, die 3D-model liever te laten herberekenen. Daarom ga ik eerst de instellingen toelichten, zonder model of zonder foto erin, en dan voorbeelden van de 3D-modellen tonen. Dus als je hier kijkt bij settings, heb je een aantal dingen staan. Ik ga beginnen gewoon met de modelsettings. En hier hebben we een aantal sliders en waarden die we kunnen veranderen om aan te tonen hoe groot dat we willen dat ons eindontwerp wordt. Dus eerst en vooral de maximum grootte die we gaan ingeven. Als we daar een foto in gooien, dan heeft die, de foto is een rechthoek, in dit geval toch altijd. Dus je hebt een maximale afstand, dus dat gaat als het een verticale, dus een portretfoto is, gaat je maximum hoogte slaan op de hoogte. Je maximum grootte gaat slaan op de hoogte liever. Als je foto horizontaal staat, gaat je maximale hoogte slaan op de breedte van je foto. Je kan die grootte hier instellen op millimeter. Dus maximaal standaard staat het hier op 100 millimeter. Dus dat wil zeggen dat onze lithofaan maximaal 10 centimeter breed gaat zijn als we een rechthoekige foto hebben. Dan kunnen we de dikte instellen. En dat is ook heel belangrijk, want wat gaan we eigenlijk doen? We gaan een 3D-vorm creëren waarbij dat de zwart-witwaarden van onze foto worden omgezet naar een soort relief, een hoogtemap. Dus je zag hier ook dat voorbeeld. Hoe gaat dat in zijn werk? Je ziet hier die een hoed. Je ziet hier een klein randje schaduw als je dat langs voor belicht. Dus die hoed hier op die linkerafbeelding, die is dikker uitgevoerd, zodat die meer licht gaat tegenhouden wanneer dat die langsachter gaat beschenen worden. En zodat die in het resultaat ook donkerder gaat zijn. Dus je ziet hier, die hoed komt er hier hoger uit.
Dus deze gaat donkerder zijn. Al wat er rond ligt is veel dunner, dus gaat meer licht doorlaten, dus gaat er ook lichter uitzien. Dus dat, vandaar dat je zo een witte of lichtere waas hebt rond een donkerde hoed. Dus het zijn die zwart-wit waarden van onze foto's dat we moeten kunnen omzetten naar een relief eigenlijk met een bepaalde dikte om meer of minder licht te kunnen tegenhouden en zo dat contrast te creëren. Dus thickness die we hierin geven, dat is de maximale dikte. De standaard staat hier op 3 mm. De standaardinstellingen zijn over het algemeen trouwens redelijk oké, heb ik gemerkt. Dus als je gewoon met de standaardinstellingen in sprint en hetgeen dat eruit komt, is meestal wel redelijk goed. Dus ik ga het meest hier ook laten staan voorlopig. En ik zal straks nog eens wat aanpassingen doen, want je kan ook andere vormen ermee genereren. Maar ik ga eerst de basis een keer overlopen. Dus die thickness die we hier hebben van 3 mm is de maximale dikte. Dus dat zijn onze de donkerste stukken eigenlijk. Dus diegenen die het meeste licht gaan tegenhouden. In dit geval 3 mm. We hebben ook een thinnest layer, dus twee sliders eronder. Dus dat is onze dunste laag die we ingesteld hebben. Die staat hier op 0,8. Dat is relatief belangrijk, die dikte. Je zou kunnen zeggen, ik wil die heel dun maken, zodat die heel veel licht doorlaat. Maar je moet opletten natuurlijk. Wanneer dat we iets aan het printen zijn, dan is dat altijd... wanneer dat we één lijn printen, dan heeft die sowieso een breedte van 0,4 mm. Tenzij dat je andere nozzels zou gebruiken. Maar de standaarddikte is 0,4 mm. Vandaar dat de dunste laagdikte hier standaard staat ingesteld op 0,8, zodat je minimaal toch twee laagjes materiaal hebt. Zodat je materiaal, ja, of dat je print niet heel zwakke of heel dunne stukken zou bevatten. Of erger zelf, dat er dunnere, als je daar een 0,3 zou ingeven, wanneer dat je lichtste stuk smaller wordt dan wat dat je nozzel gaat printen, dan ga je gewoon een gat creëren in je print en gaat dat geen volledig gevulde vorm zijn. Dus daar moet je wel van opletten natuurlijk. Dus die minimale dikte van 0,8 is een goede richtwaarde en die maximale dikte van 3 is meestal ook oké. We kunnen ook nog een rand rond onze foto zetten wanneer dat we willen dat er een deel, een bepaalde soort kader rond is. Wat kunnen we nog aanpassen? Het aantal vectors per pixel. Wat het eigenlijk gaat doen is, hij gaat naar alle pixels kijken van je foto. En hij gaat die benaderen door daar een soort vectoriële afbakening van te maken. Dus hoe hoger dat je die slider hier gaat zetten, hoe meer detail dat er in je foto gaat zitten. Maar hoe zwaarder dat ook uw STL-bestand gaat worden. Standaard staat dat op 4. Mijn ervaring leert dat dat meer dan voldoende is om deftig resultaat te krijgen. Zeker ook met kleine printjes voldoende resultaat. En hoe meer dat je het gaat vergroten, hoe groter dat ook uw detail en uw bestand sowieso gaat worden. Dus die waarde van 4 is die redelijk oké. Soms is dat... kan dat wat kleiner gezet worden, ook als je merkt dat het te zwaar is om te draaien in een browser of dat je er een heel grote print van wil maken, dan kan je dat daarmee vermijden. Voilà. En dan de laatste die hier nog in zit, die nog interessant is, is de curve. Dus daarmee kan je aantonen, kan je instellen onder welke buiging liever dat je vorm... gebogen staat. En dat laat u toe om ook vormen te creëren die rondom rond, dus die cirkelvormig zijn. Daar ga ik straks nog een voorbeeld van geven. En dat kan ook handig zijn wanneer dat je print wil maken. Als je iets maakt dat perfect plat is en je wil daar rechtop staan printen, is dat niet altijd even stevig of stabiel. Als dat een klein beetje curve heeft, is dat ook een vorm die iets makkelijker print. Dus soms kan het interessant zijn om hier die curve een klein beetje aan te passen of zelf te kiezen. Dus dat zijn de instellingen puur qua model. Je hebt ook nog belangrijke instellingen qua foto. Eerst en vooral, en dat is ene die je normaal gezien altijd gaat moeten veranderen, is hier de eerste die hier staat. Je kan hier kiezen tussen een positive image en een negative image. En daar moet je goed op letten dat die op positive staat. Zodat hij de delen die witter zijn, dat die dunner gaat maken. Wanneer dat je die op negative zou zetten, dan gaat hij juist het omgekeerde doen. En voor sommige materialen kan dat misschien interessant zijn, of voor sommige technieken, maar voor hetgeen dat wij willen bereiken, moeten we er vooral op letten dat we een positive image maken, zodat de lichtere delen lager komen te liggen en meer licht gaan doorlaten.
En de rest zijn allemaal instellingen wanneer dat je een afbeelding meerdere keren wil laten terugkomen. Dus dat je kan patronen gebruiken. Of dat je afbeeldingen kan spiegelen of draaien. Dus je staat in mirror. Dat is je afbeelding spiegelen, dus in de horizontale richting draaien. Flip is verticaal je afbeelding flippen. Of omdraaien. Hier nog een goede tip is ook, laat die een refresh hier misschien op manual staan. Dan kan je zelf klikken op de knop om je aanpassingen die je hebt ingevoerd door te voeren. Anders gaat dat ook constant berekenen wanneer dat je op je afbeelding klikt. Dus het kan je ook wat geheugen van je webbrowser besparen. En hier heb je de instellingen. De laatste vier, voor wanneer dat je je afbeelding wilt meerdere keren laten terugkeren in een bepaald patroon. Dus daar kan je kiezen. De x-count is het aantal keer dat je het in de horizontale richting wil kopiëren. En de y-count, en daaronder, is het aantal keren dat je het in de verticale richting wilt kopiëren. Dus als je je afbeelding 4x4 keer wilt laten terugkomen, dus 4 hoog, dan kan je dat instellen op 4. En ook 4 breed, dat je 16 keer je afbeelding naast elkaar hebt, dan moet je zo instellen. Dan ga je natuurlijk een lappenpatroon krijgen van al je foto's. Je kan die ook laten spiegelen, mirror repeat on, zodat hij de gespiegelde kanten tegen elkaar gaat plakken, zodat je die in overgang ook niet ziet. Voor sommige dingen kan dat een mooi resultaat geven. Daarvan ga ik je straks nog een voorbeeld tonen. En flip is exact hetzelfde, maar dan in de verticale richting. Voorlopig ga ik die hier allemaal standaard laten staan, behalve die manual refresh dat ik hier heb aangezet en zeker ook de positive image niet vergeten, omdat we anders iets gaan hebben dat er gaat uitzien zoals het negatief van een foto, met alle witte en donkere waarden omgekeerd. Voilà. De rest moet normaal gezien niet aangepast worden. Bij download settings kunnen we nog kiezen om het als een ander formaat te downloaden, maar dat staat standaard goed. En de cache, voilà, dat staat standaard ook goed dat dat in je browser wordt opgeslagen, je settings. Dus als je ze aanpast, zou je het normaal gezien ook moeten onthouden. Alles wat ik heb uitgelegd, dat vind je ook terug hier bij Settings Help. Dus moest iets vergeten zijn, al die functies staan hier nog een keer uitgelegd, wat dat wat juist is of wat dat welke setting juist doet. Dus dat is ook zeer handig om op terug te vallen. En dan zie je ook nog de supporters. De code is eigenlijk geschreven door iemand die ze gratis ter beschikking heeft gesteld. Ze is volledig open source, dus je kan die broncode downloaden, zelf je software mee schrijven. Je kan het programma gratis gebruiken. En wanneer dat je de maker ervan wil bedanken, en dan staat er hier ook nog een link naar de Patreon-page, waar dat je eventueel een bijdrage kan doen. Voilà. Dus we hebben onze instellingen hier gedaan. Ik ga voorlopig met de standaardinstellingen werken. Dan kunnen we naar Images gaan, hier links. En een bestand kiezen. Ik heb een afbeelding klaarstaan van een tijger. Voilà, dus dat is de afbeelding die ik heb klaarstaan. Je moet natuurlijk ook opletten. Dat hangt ook af van je resolutie. Als je daar iets in gooit met heel lage resolutie, dan gaat het resultaat van je eindproduct ook niet zo goed zijn natuurlijk. Als je daar iets in gooit met een heel hoge resolutie, dan gaat dat wel een goed resultaat geven, maar gaat dat natuurlijk ook, dan heb je meer pixels, dus gaat hij ook een groter bestand aanmaken. Zeker als je het aantal vectors per pixel nog een keer verhoogt. Op den duur zitten met een heel, heel zwaar bestand, dus let daar een beetje mee op. Je gaat dat straks wel merken, dat die computer hier ook al wat gaat beginnen blazen. Je kan daar wel nog wat mee spelen met die waarden, om daar een goede mix tussen detail en je eindresultaat te behouden. Je kan daar gewoon een kleurenfoto in gooien, ook zoals dat je hier ziet. Je kan ook eerst je foto met een ander stuk software, fotobewerkingssoftware, omzetten naar een zwart-wit beeld. De software gaat dat automatisch ook doen. Maar als je het zelf omzet naar een zwart-wit beeld, dan heb je meer controle over je contrast. En dan kan je zelf ook kiezen welke delen dat je donkerder of lichter wilt. En dat kan ook een bepaald resultaat of een bepaald effect op je 3D-eindresultaat hebben. Dus dat is nog een extra tip dat ik meegeef.
wanneer dat je nog een betere controle daarover wil. Ja. Maar ik ga er nu gewoon de gekleurde versie in uploaden. Hier kijken, is het op bureaublad. Tijger openen. Voilà. Dus nu zit die afbeelding er hierin. Ze ligt hier natuurlijk onder dat plaatje, dus ik moet hier eerst nog een keer refreshen. Voilà, dus hier ligt die afbeelding. En hij gaat hier automatisch, als we hier een beetje inzoomen, voilà. En je ziet ook, wanneer ik terug ga naar mijn afbeelding, we hebben hier een heel licht deel. En de zwarte strepen die je hier ziet, zijn donkerder. En wanneer ik ga kijken in het 3D-model, zie je ook dat die strepen er hoger uitkomen. Dus die zijn hoger, gaan meer licht tegenhouden en gaan dus donkerder worden en gaan er dus zwart uitzien. Zoals we de vorm hier zien, opnieuw, we herkennen er wel al wat een leeuw in, maar natuurlijk ziet er niet super goed uit. Het is pas wanneer we die gaan printen en langs achter gaan belichten, dat het resultaat goed gaat zijn. Voilà. Hieronder hebben we ook nog een aantal instellingen van de manier waarop dat we onze vorm willen creëren. Dus standaard gaat hij gewoon zo'n plat plaatje van maken. We kunnen hier ook kiezen voor een bepaalde curve eraan te geven. Je hebt hier inner en outer. Dus standaard gaat hij er wat curve aan geven. En die kan je ook veranderen met hetgeen daar in de settings. Dus je kan een positieve of een negatieve curve kiezen, of dat je een holle of een bolle vorm wilt. En dan zitten er nog een aantal specialetjes in waar je niet zoveel mee bent om ze als lithofaan te gebruiken of als lithofaan te printen. Als een volle cilinder bijvoorbeeld, ben je er niet veel mee, tenzij dat je hem zonder vulling print, maar dan kan je weer niet met de diktes werken, dus dat is niet zo handig. En dan die pillows en domes en zo. Dat zijn ook dingen die minder handig zijn voor hetgeen dat we hier nu willen doen. Je hebt wel nog veel meer controle over die gewoon platte lithofanen hier. En dat kan je doen met die settings, maar dat ga ik straks nog een keer tonen als tweede voorbeeld. Dus voorlopig zal ik hier nu gewoon één gebruiken met wat curve. Ik zal die een outer curve gebruiken, dat is ook degene dat ik geprint heb. En dan kunnen we direct ook zien hoe dat we de prints moeten instellen en hoe dat we er daar rekening mee moeten houden. Ga ik er kijken of ik mijn beeld nog iets beter krijg. Ja. Dus dat is de vorm die we gegenereerd hebben in 3D. En als dat er hier goed uitziet, wat dat volgens mij wel het geval is, dan kunnen we dat hier gewoon downloaden door op de knop te klikken. En dan gaat hij daar een STL van aanmaken die wij kunnen openen in de slicer en kunnen instellen. En ik ga nu Cura gebruiken, omdat ik daar ook een goede preview van kan laten tonen. Dan laten zien liever. Dus even wachten. Ik ga hier al openzetten ook ondertussen. Ik zie hier ondertussen dat er een vraag is binnengekomen van Chris ook. Kan je lithofanen maken met de lasercutter? Dat weet ik niet direct eigenlijk. In theorie wel, maar of dat je in praktijk de materialen hebt om die diepte goed te kunnen doen. Als je dat doet in hout bijvoorbeeld, dan ga je materiaal veranderen. Je hebt dan een deel dat verkoold wordt. En dat gaat ook een invloed hebben op de manier hoe dat je plaat licht gaat doorlaten. Maar je kan wel vermogens regelen op de laser liever. Zodat je bepaalde dingen dieper gaat inbranden dan andere. Dus puur theoretisch is het wel mogelijk. Frees gaat zeker, dus frees misschien. Stond er hier ook nog op uw vraag. Dat kan zeker. En ik vermoed dat je ook wel, dat kan bijna niet anders, een hoog genoeg detail kan halen om dergelijke resultaten ook binnen te halen. Ik ga een keer kijken of hij wil doorkomen ondertussen. Ja. Ik hoop dat een download ook gelukt is. Cura staat toch al open? Of is dat aan? Staat dubbel open? Vandaar. Ik was te ongeduldig.
Voilà, dus nu zien we hier ons 3D-model staan in Cura. En dan moeten we dat natuurlijk ook nog instellen, zodat we het goed kunnen printen. En dus daar moeten we ook nog met een aantal dingen rekening houden, een paar vuistregels. Normaal gezien ga je prints niet volprinten, maar ga je die altijd opvullen met een roosterstructuur. Natuurlijk, als je dat hier doet, ja, dan gaat die roosterstructuur ook invloed hebben op de manier waardoor dat licht door je vorm gaat schijnen. Dus aangezien dat toch een heel dun stuk is en maximaal 3 mm dik, gaat dat ook niet veel verschil uitmaken of dat je die vulling hier nu op 20% zoals standaard zet of op 100% naar tijd en materiaal toe. Maar het is dus toch het interessantste om ze... voilà, ik ga de settings hier wat simpeler zetten, de rest moeten we toch niet kunnen aanpassen. Om de vulling hier op 100% te zetten, zodat de dikte overal even breed is. De laaghoogtes kunnen we ook instellen. En nog een hele goede tip voor het 3D-printen van die lithofanen is, print ze altijd verticaal, dus rechtopstaand. Waarom? Ik heb er juist ook gezegd, als je lijn print, dan heeft die een breedte van minstens 0,4 mm. Dus dat is de breedte van de lijntjes PLA dat je neerlegt op een printer. En dat wil dus ook zeggen dat dat de minimum is dat je kan halen. Dus als je je print plat legt, dan ga je je detail allemaal in de horizontale richting gebruiken. En dan heb je eigenlijk op je fijnste een resolutie van 0,4 mm. Terwijl als je je print rechtop zet, de laagdiktes die zijn veel fijner dan de breedtes van een lijntje dat je print. Dus dat zorgt ervoor dat je hier, als je dat op 0,1 zet bijvoorbeeld, dan ga je vier laagjes moeten printen in hoogte. Dus je hebt vier keer hogere resolutie, vier keer hoger detail dan wanneer dat je print plat zou geprint worden. Platliggend zou geprint worden liever. Dus we gaan dat hier op die 0,15, geeft dat ook al zelf een redelijk goed resultaat. Ik heb het vorige keer op de die getest en dat is ook het voorbeeld dat ik jullie direct kan tonen. Dus laagdiktes kan je kiezen. Hoe fijner dat je ze gaat zetten, hoe beter dat je resultaat gaat zijn, maar hoe langer dat ook je print gaat duren. Vulling best maximaal, dus op 100%. Steunstructuren zet je maar af. Je hebt wel hier en daar wat over en je ziet dat ook al die kleine rode stukjes. Dat zijn zwevende stukjes eigenlijk, maar dat is zo weinig dat je geen extra materiaal nodig hebt om als steunstructuren bij te printen. Gaat er enkel voor zorgen dat dat moeilijker wordt om dat achteraf af te breken en proper op te kuisen. En dus dat kan je best vermijden. Wat dat wel zeer handig is, is hier de adhesion aanzetten, zodat hij ook een extra brim gaat neeprinten. Want als dat stuk rechtop staat, zeker moest het gewoon een plat stuk zijn. Als dat rechtop staat, ja, dan moet één keer dat hij een bepaalde hoogte heeft, maar een klein tikje krijgen en je stuk valt om. Dus je kan dat hier wel wat extra vergroten, dat grondoppervlak door de adhesion aan te zetten. En dan gaat een extra brim meeprinten. En dat gecombineerd, meestal zelf met die curve die je hier ziet, is meer dan voldoende om een print relatief veilig, dus zonder de kans dat hij loskomt, te printen. Dus dat is hier nu gesliced ook. Ik ga een keer kijken in de preview. Voilà. Dat ziet er al ziet er eerder een zebra uit dan een tijger hier in de preview. En even kijken of we wat kunnen inzoomen. Voilà. Dus je ziet hier de eerste laag gaat hier dat stuk, dat is die een adhesion, die een brim hier extra printen, zodat je een beetje een zuignap effect hebt, dat je grondvlak wat gaat vergroten. En dat je meer hechting hebt aan je bouwplatform. En dan gaat hij laag voor laag die vorm printen. Voilà. Dus als het hier goed is, kunnen we, het ziet er goed uit volgens mij, kunnen we die file opslaan. In dit geval zou je 3 uur printen. Ik heb dat gelukkig voor jullie al gedaan. En ik heb daar een timelapse van gemaakt. Dan hoeven jullie daar maar 10 seconden naar te kijken. In de plaats van 3 uur. Het zou anders nog een saaie livestream zijn. Voilà. Dit is een voorbeeld van de print die ik straks zal tonen. Dus ik heb 2 prints gemaakt. Eén die rondom ronddraait, dus 360 graden rondom. En ene die die curve heeft zoals ik ze hier net had ingesteld. En ik zal ze ook eens voortonen. En daarvoor ga ik naar een andere camera. Voilà, die liggen hier klaar. Dus dat is mijn eerste print, degene dat ik hier net heb ingesteld.
hopelijk, als de focus wat mee wilt. Hup, even nodig. Ja, daar komt hij. Ik kan hem recht zetten. Ja. Dus je ziet hier, als die langs voor belicht wordt, zie je nog altijd hetzelfde effect. Je ziet de randjes van de lijntjes wel, omdat de schaduw erop terugvalt, omdat er hier nu daar een lamp staat. Dus je ziet wel een beetje die tijger erin terug, maar je krijgt natuurlijk pas het maximale effect als je... Dus nog een keer opnieuw en een keer kijken of ik het hier wat deftig krijg. Hup. Zien. Allee. Ik ga mijn hand wat hoger leggen, dan heeft hij wat meer. Voilà. Dus dat is langs voor belicht. En als we dan langs achter gaan belichten, dan zien we effectief de foto erdoor komen. Dus dat is langs voor en langs achter, serieus verschil. Hè? Dus hier zie je effectief de zwart-wit waarden van de foto er heel mooi doorkomen. En dan het tweede model dat gemaakt was, dat is die cilinder. Ik ga een keer kijken of ik deze beter zo kan tonen. Dus die is een aantal keer gespiegeld. Kijk, voilà. Dus hier heb je de tijger staat er eigenlijk vier keer op. Dus hij is vier keer naast elkaar gezet, maar altijd gespiegeld. Dus dan kun je dat gaan verdraaien. Hier zie je een tweede en dan de andere kant. Derde, vierde en dan zijn we rond. Voilà. Dus je kan ook je objecten cilindrisch maken. Als je ze dan langs binnenuit verlicht, is een cool idee om zo op die manier een gepersonaliseerde lampenkap bijvoorbeeld te maken. Hè. En dat zal ik jullie nog een keer voortonen. Hoe dat je dat in de software kan instellen. Voilà. Dus daarvoor keren we terug hier naar de generator hier. We gebruiken altijd dezelfde afbeelding en hier bij settings. Dus we kunnen hier als we die plat leggen bij flat, en dan legt hij hem hier plat. Dat wil niet zeggen dat je hem daarom ook plat moet printen. Hè. Als ik hem nu download, kan ik hem in mijn slicer nog altijd rechtop zetten. En kan ik dat op dezelfde manier doen. Het print natuurlijk iets stabieler wanneer dat die zo onder een gebogen vorm staat. Maar we hebben hier natuurlijk nog die andere settings waarmee dat we kunnen spelen. Dus bij image settings, die... cilindrische vorm die ik gecreëerd heb, dat heb ik gedaan door hier de X, dus de horizontale richting, vier keer te laten terugkeren. En ik ga niet met de slicer werken, maar ik ga... Maar je merkt, die begint al heel traag te werken, omdat die foto er nu in zit. Dus wat ik ga doen is, ook nog een tip, gewoon een keer refreshen en met een leeg bestand beginnen. Dan opnieuw eerst mijn settings instellen. En dan mijn foto binnenladen, want anders... voilà. Heeft hij er nogal wat moeite mee, heb ik gemerkt. Dus de x-count heb ik hier op 4 gezet, de mirror repeat heb ik ongezet. En dan gaat hij mijn foto dat ik er één keer inlaat, ja, anders gaat hij die ene foto op 360 graden ronddraaien. En dan gaat hij gaat een heel smalle, hoge foto zijn. Gaat dat raar zijn, of gaat hij maar langs de ene kant goed kunnen... gaat hij niet langs de ene kant goed kunnen bekijken. Je moet kunnen rond kijken. Terwijl als je vier keer je foto herhaalt, ga je altijd langs een bepaalde kant wel in je vorm dat goed kunnen zien. Dus de x-kant op 4 en de mirror repeat on, zodat hij ook altijd één zijde spiegelt ten opzichte van de andere en dat die mooi aan elkaar hangen. Ik hoef hier de mirror niet aan te zetten, dat is maar als je één foto hebt, dat hij die gaat spiegelen. Als je altijd een foto hebt en een gespiegelde ernaast en dan weer een gewone en dan weer een gespiegelde, zoals nu,
dan hangt dat rondom rond mooi aan elkaar. En of dat je nu de eerste spiegelt of niet, al de rest gaat toch blijven meevolgen. Dus deze mirror doet er hier niet toe in dit geval. En dan kunnen we nog naar de model settings gaan. Kunnen we daar die hoogte ingeven. Maximaal 100. We zullen al een keer zien wat dat geeft. We kunnen het eventueel anders altijd nog aanpassen. En dan hier de curve. Dus je kan hier kiezen. Dus als ik bij die flat ga zien, dan ligt die plat. Maar als ik hier zelf een curve ingeef, dan is dat de hoek waaronder dat die geplooid wordt. Dus als ik hier 30 ingeef, dan gaan we een resultaat krijgen dat ongeveer overeenkomt met die ene print dat ik hier gemaakt heb en die hier zo'n klein beetje gebogen is. En als je die rondom rond wilt, dan moet je natuurlijk 360 graden gebruiken. Maar als je dat doet, dan gaat hij je afbeelding langs de binnenkant steken. En die lithofanen, je zou kunnen denken, het maakt niet uit langs welke kant dat je ze bekijkt. En dus je hebt daar een gladde kant aan en een kant met relief. Maar het is wel degelijk belangrijk, ik kan het misschien straks ook nog een keer proberen voortonen, dat je kijkt langs de kant met het relief. Dan heb je dat mooie resultaat, anders zie je bijna niks van wat erachter zit. Dat is een beetje jammer natuurlijk, anders zou je kunnen een behuizing of een lampenkap maken waar die perfect effen is en pas op het ogenblik dat je je licht aandoet, dat je de tekening doorziet. Maar dat geeft een effect dat niet zo goed is, of in de verste verte zelf, zo goed of zo duidelijk niet is, dan wanneer dat je je relief aan de kant langs waar dat je kijkt laat zitten. Dus eigenlijk, hier met je relief langs binnen met die 360 graden gedraaid, ben je niet zoveel. Maar je kan natuurlijk ook die curve op min 360 graden zetten en gaat hij ze wel aan de juiste kant zetten. Je kan dat met de slider liever niet doen, want die gaan maar van 0 tot 360. Maar als je er zelf een min voor zet, dan doet hij dat wel. Voilà. En als ik nu terug ga naar mijn model en ik er kijken wat ik krijg als ik de afbeelding binnenhaal, natuurlijk, want ik had die er weer uitgehaald. Een tijger open, voilà. En we gaan die een keer refreshen. Voilà. Dus je ziet al op het ogenblik dat ik refresh ook, dan, hij doet het zo snel, dan gaat hij die afbeelding al een paar keer naast elkaar gekopieerd hebben ook. En waarschijnlijk omdat die grootte hier niet zo groot staat. Dus ik ga die een keer op 300 zetten, dan heeft hij wat meer tijd nodig. Voilà, refresh. Voilà. Dus je ziet hier die tijger, kijkt naar links, kijkt naar rechts, kijkt naar links, kijkt naar rechts. Dus die wordt zo vier keer naast elkaar gekopieerd. Heeft hij de curve wel niet mee? Ik ga een keer kijken. Ah ja, het gaat in deze zijn. Dan doet hij... Een keer kijken, als ik nu juist ben, dan doet hij min 360 graden. Ja, kijk, voilà. Dus zo heb ik het gedaan met de inner curve en dan op min 360. Natuurlijk, als ik dat gewoon op 360 zet en ik gebruik een outer curve, dan zijn we er ook. Hè. Dus ik heb het hier in een stap iets te complex uitgelegd. Voilà. Ik zou het al raar gevonden hebben. Voilà, 360. Je ziet, ik ben hier altijd zweten in de laptop. Model. En outer curve. En dan zouden we nu, normaal gezien, exact hetzelfde moeten krijgen. Ah, voilà. En hier zie je dat hij altijd rug aan rug gespiegeld staat en dan daarna terug hoofd aan hoofd. En als je deze vorm print, dan krijg je het resultaat dat ik u daar juist getoond heb. Voilà, ik zal u nog een keer proberen laten zien wat dat geeft als je die dus omgekeerd belicht. Dus dat is gewoon langs achter belicht met relief naar voren. Dus dat ziet er goed uit. En als we nu omgekeerd kijken, het komt er nog een beetje door, maar het is echt flats. En het ziet er momenteel, omdat het zit een heel straffe lamp achter, veel beter uit dan dat je het eigenlijk in het echt ziet. Want hier, ja, het is echt uitgewassen bijna, als je het vergelijkt met dit. Je ziet het verschil ook heel duidelijk. Dus je moet altijd de kant van het relief houden naar de richting dat je aan het kijken bent. En ik zal hier nog de presentatie een keer overlopen ook. Normaal gezien heb ik alles aangehaald. De camera ook nog verzetten.
Dus ja, ik heb een link gezet naar de Wikipedia, ook voor de mensen die geïnteresseerd zijn achter de geschiedenis, in de geschiedenis erachter liever. De link naar de tool, dan een aantal tips. Ik denk wel dat ik ze allemaal aangehaald heb, kan ik eens snel overlopen. Dus je kan je foto op voorhand naar zwart-wit waarde converteren om meer controle erover te hebben, over, wat dat, over die contrast eigenlijk. Daar gaat het over vooral. Zeker positief image kiezen, zodat de lichte stukken dunner geprint worden en meer licht doorlaten. En omgekeerd de donkere stukken donkerder worden, omdat ze minder licht gaan doorlaten en dikker geprint worden. Bij minimale dikte altijd 0,4 millimeter minstens kiezen. Dus die standaard zat hij op 0,8, dacht ik, dat ik jullie getoond had. Dus dat is ook een goed startpunt om aan vast te houden. En print uw lithofanen steeds verticaal. Hè. Die 3D-printers hebben dus een hogere resolutie in die richting. En dat gaat er dan voor zorgen dat uw resultaat ook vier keer gedetailleerder gaat zijn dan wanneer je ze gaat platleggen. En gebruik die brim om je aanhechtingsvlak te vergroten. En dan heb ik er nog een aantal screenshots tussen gestoken van de menu's die je kan gebruiken. En de settings die ik gebruikt heb om mijn object vier keer rondom rond te doen. Er staat hier nog de min 360, maar dat is dus de 360 en de positive curve dat je daarvoor moet gebruiken. En dat, is de, dat zijn de beelden van de software nog eens, voor de rest. En van de instellingen in de slicer zit er ook bij. Ik ga de link naar de presentatie hier direct nog in de, als commentaar onder de livestream zetten, zodat je die kan herbekijken. En ik ga ondertussen ook een keer kijken of dat ik bij de comments nog een vraag terugvind. Voilà, deel ik opnieuw de presentatie alsjeblieft. Ik doe dat direct. Voilà, nee. Ik denk dat alles beantwoord is. Dus dan... voilà. Dan was het voorlopig de laatste live-sessie. Het zou kunnen dat er binnenkort wel nog een aantal meer aankomen. Dan konden we het zeker aan op de Facebook. Waarover dat die gaan gaan, dat zien we dan nog wel. Ik heb wel nog een aantal ideetjes. Misschien organiseren we weer een poll om jullie te laten kiezen of jullie voorstellen te laten doen over dingen waar dat je misschien interesse hebt of vragen over hebt. En dat zien we dan wel weer. Bedankt voor het kijken in elk geval en tot zo snel mogelijk opnieuw.